Ben je klaar voor? Beetje zenuwachtig? Oh, je bent wel zenuwachtig, hè? Goed zo. Goedemorgen, welkom. Welkom in de Grolsvesten en welkom in het Sander Bosker Spelershol. Jullie hebben allemaal die wand gezien. Een aantal zullen jullie zeker kennen, maar vandaag is het jullie dag. FC Twente, Achilles tegen HSV. Wat doen spelers als ze wedstrijd spelen? Eten. Pasta. Benen omhoog. Even lekker liggen. Zo, een beetje omhoog. Ja, een beetje strak zit hier in de kuitjes. Ja, wel. Ik probeer zijn kuitjes wat los te krijgen. Het is nodig? Ja, want hij heeft van de week 2-3 zware trainingen gehad. En de trainer, Jan, heeft de opdracht aan mij en aan hem gegeven om dat los te maken. Zodat hij vandaag optimaal mee kan doen. Dus we zijn nu de kuitjes aan het losmaken. En ja, het voelt wel goed. Ik denk dat het vandaag wel goed gaat. Hij kan meedoen. Ja, zeker. Zeker. Nou, hoe voelt dat? Goed, helemaal goed. Ja? Kun je spelen? Ja, ik ben er klaar voor. Iedereen is onderdeel van het team. Jullie spelen samen en je doet. Nou, dat is wat de trainer en ik graag vandaag ook willen zien. Yel, yel, yel! Vreten, vreten, vreten! Vreten, vreten, vreten! Ja, trainer, wat vind je van de eerste helft? Nou, wat ze slim doen, we bouwen niet meer op met dit weer. Lange ballen van de keeper, maar ja, onze spitsen zijn nog niet echt helemaal los. En ik vind ook dat we een beetje te weinig bewegen nog voorin. Maar ja, dat valt niet mee, hè, tegen de wind in. Dus we doen ons best, we proberen te combineren. Maar je merkt wel dat ze in vorm zijn, dat merk je wel. Zo'n prachtig doelpunt, maar helaas wel verloren met het team. Ja, welk gevoel overheerst nu bij jou? Ja, natuurlijk. Het is heel jammer. Maar ja, dat tegenstander wint is toch ook heel mooi voor hen. Nipt verlies, terechte uitslag volgens jou? Denk het wel. Ja, ik moet zeggen dat onze spitsen waren niet helemaal in vorm. En nee, maar goed, het zijn de leukste dingen. En ze hebben de best gedaan. En ja, dan is het een geweldige middag geweest eigenlijk, als je heel eerlijk bent. En we hebben het mooiste doelpunt gemaakt. Laten we heel eerlijk zijn. De resultaten valt dan even tegen, maar daar gaat het vandaag denk ik niet om. Als je de mensen ziet genieten, dan genieten wij het meeste van. Je ziet ze ook vanochtend binnenkomen. Dat stadion maakt dan een enorme indruk. Dan worden ze rustig en dan gaan ze de bordjes leeg eten. Maar die hebben de dag van de leven. Hè? Zometeen mogen ze ook de kleding nog houden. Nou, wat wil je nou nog meer? Dan is die uitslag eigenlijk helemaal, die zegt gewoon niks.